Ik ben vandaag les gaan geven in een zesdejaars publiciteit hier in Sint-Niklaas in de Portjesberkenboom. En ik ben eigenlijk met hen op zoek gegaan naar wat is propaganda en hoe kan propaganda kiezers verleiden. Aangezien wij ook bijna mogen stemmen, vind ik dat wel heel goed dat wij dat leren. Nu dat ik er zelf aan denk, dat die mensen echt wel met bepaalde zinnen of beelden u kunnen beïnvloeden. Dat is wel heel raar. Als je dan zo naar sommige dingen kijkt, zie je dan echt zo puur stuk tekst, heel hard vet. En dan bijvoorbeeld een bezem of iets heel simpel dat verwijst naar iets heel hard. Dat is dus de tactieken die wij hebben ondervonden op hun affiches. Ik heb voor deze les affiches, propaganda-affiches meegebracht van het Vlaams Blok van de jaren 70, 80, 90, 2000. Ik vind dat belangrijk. Waarom? Ik vind in de eerste instantie belangrijk dat ze echt met materiaal aan de slag gaan. Dat ze kunnen voelen en zien hoe het er vroeger uitzag, 40 jaar geleden. En dat ze die vergelijking ook kunnen doortrekken naar vandaag. De leerlingen waren kritisch aan het nadenken over de evolutie van politieke boodschappen die gegeven worden doorheen de laatste decennia. En het fijne vond ik dat ze direct ook het koppelden aan de actualiteit en de nieuwe manier van propaganda maken via social media op TikTok, Twitter enzovoort. Omdat wij in het ADVN, wij doen onderzoek naar stukken uit het verleden. En wij zien door de evolutie in de jaren dat daar van alles verandert. Propaganda uit de jaren 70, 80 ziet er heel zwart-geel, zwart-oranje uit. Zeer sterk, pittig. En dat verandert zachtjes aan. Dat evolueert naar een veel zachtere propaganda. Gezinnen, kinderen worden eigenlijk het centrum van de propaganda. Dus zo zie je een duidelijke evolutie op 40 jaar tijd. Met kinderen, dat is zo... iedereen heeft wel een kind. Iedereen, maar... Ik heb eigenlijk zelf ondervonden om er een beetje kijk op te hebben. Iets wat ik toch al sowieso deed, maar nu zie je dat meer en meer terugkomen in de media, nieuws, dingen en zo. En nu probeer ik daar toch beter naar te kijken of toch het echte intentie dan probeer te zien.